Mensen zoeken massaal alternatieven om te ontsnappen aan die heel hoge gasprijzen. En supermarkten, doe-het-zelf-zaken, die willen daarop inspelen. En die bieden massaal alternatieven aan op petroleum, op butaan of propaan. Het klinkt allemaal heel gevaarlijk. Roger, raden wij die toestellen eigenlijk aan? Nee, we raden deze toestellen niet aan, omdat ze eigenlijk vooral bedoeld zijn om te gaan gebruiken in een atelier, een garage of zo, waar dat ze dan beperkt worden gebruikt. Maar zeker niet voor langdurig gebruik, zoals dat je misschien in huis geneigd bent te doen. In een niet geventileerde ruimte gaan daar verbrandingsgassen bij vrijkomen. Dat is echt niet gezond. En ook die kacheltjes worden zeer warm, hè. Dus je kunt je daaraan branden. Denk maar aan spelende kinderen die er rondhangen. Of ook gordijnen, papier dat te dicht in de buurt komt, dat kan ook brandgevaar zijn. Dus eigenlijk halen ze gewoon niet in huis. Ja. Ze zijn niet bedoeld om ze in huis te halen. Dus als ik het samenvat, het eventuele financiële voordeel weegt niet op tegen alle risico's. Dat is absoluut zo. Voilà, kort en duidelijk. Wil jij meer weten over energie besparen? Neem dan zeker een kijkje via deze link.